Eens. Zo, daar zijn we weer. Dat is denk ik onze langste pauze ooit geweest, of niet? Ja, ja. Een kleine sabbatical, uh. zo, misschien moeten we een beetje weer aan elkaar wennen vandaag weer en zo. Ja, een even kijken. snuffelen. Soort <laughs> snuffel, ja. snuffelstage. Nee, het, het, het heeft even geduurd, maar ja, waarvoor het, uh, onze excuses, algemene excuses. Maar dan klopt het wel weer met de meest onregelmatige on on podcast van Nederland. Hebben we nu weer waargemaakt. Nou ja, ja je, moet, je moet oppassen dat je niet te regelmatig wordt, uh, inderdaad. Nee, maar jij was op vakantie. Uh, ik was mijn huis aan het verbouwen, waardoor ik niet, uh, ja. niet in Utrecht was, niet dicht bij jou was. En zo ben je drie maanden verder. kwamen ja. we net achter. Ja, voor mijn gevoel was het, uh, nou ja, laten we zeggen, een week of vier geleden. Ja, Maar het is niet zo. Maar nee, helaas. Maar niks meer. We hebben gelukkig gewoon weer een nieuwe aflevering, een nieuw onderwerp. Um, dus alle mensen die een hebben gestuurd. Het is, uh, het is gelukt. Het is ja. een nieuwe aflevering. En we gaan eigenlijk stilstaan bij uh, 4 en 5 mei. Dat komt er namelijk aan. We nemen dit op op zondag uh, 23 april. En um, op 4 en 5 mei staan we natuurlijk uh, stil ja. bij uh, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. En überhaupt bij het begrip uh, vrijheid. Ja. Dat weet je nog op 4 mei 1945. Ik ging dat even opzoeken. vond het wel mooi wat er op Wikipedia stond. Op 4 mei 1945 kapelleerde de Duitse admiraal Von Friedenburg namens de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland, Vleeswijk, Holstein en Denemarken voor de Britse veldmaarschap Montgomery. En op 5 mei ontbood de Canadese generaal uh, Charles Volks, denk ik. De Duitse opperbevelder Johannes Blaskovic naar Hotel de Wereld in Wageningen, om daarin bijzijn van Prins Bernhard. Belangrijk dat dat even bijgemeld wordt. Ja, nou ja, weet je. Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, de uitwerking van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland te bespreken. Dag even weer, weer, weer heads up. Um, dus eigenlijk op 5 mei 1945 was natuurlijk de oorlog ten einde, maar het was toch niet helemaal niet zo. Nee, eigenlijk ook niet. Helemaal niet. Nee, want, want we hadden het over de, waar we het over hebben, dacht misschien wel leuk om daar iets rondom 4 en 5 mei te doen. En uh, toen kwam jij eigenlijk met het idee van de de, de Waddeneilanden. Ja. En jou zeer geliefde Waddeneilanden toch? <laughs> ja, nee, dan ben ik. Uh, daarom heeft het ook zo lang geduurd. Ik ben uh, drie maandjes uh, aan mijn land even ontprikkelen. <laughs> dus uh, ja. Nee, want eigenlijk die, die uh, Waddeneilanden waren gewoon nog best wel een stuk langer bezet. Of ieder gewoon nog niet officieel uh, bevrijd. En eigenlijk het idee van deze aflevering is dat we gewoon alle eilanden kort langs gaan. Even iets, een klein, uh, hoe zeg je dat, heads-up van hoe was de oorlog daar. Maar vooral dus inzoomen op die uh, bevrijding. En dat doen we dan uh, aan de volgorde van TV-TAS. Dat is lekker makkelijk. Uh, ja, maar ook niet. Um, oh, sorry. Dat idee had ik inderdaad ook. Ja, ja want uh, uh, dus ik, ik zat heel erg te twijfelen. Yeah. Maar uh, ik heb toch gekozen om het op chronologische volgorde te doen van uh, bevrijding. Oeh. En, maar nu weet ik even niet meer waar ik me dan weer moet, want we hebben de eilanden dus verdeeld. Yeah. Ja, ja. <laughs> en dan komen we dan straks wel. Nee, uh, ja, dat komt, wel goed. Dat komt goed. Oké, okay, goed, top. Hey, voordat we daar uh, naartoe gaan, dan toch nog ja, iets iets, iets de historische weken. Het zijn historische maanden. Uh, is er nog iets om te benoemen, Vincent? Heb je nog een kleine uh, iets nieuws, iets gezien, iets gelezen, iets gespeeld, uh, wat dan ook? Iets gespeeld? Uh, nee. Iets ja, ik, ik, ik speel gitaar. Um, al een hele tijd niet meer. Dus <laughs> dat, uh, dat, dat lukt eigenlijk niet meer. Nee, uh, jij attendeerde me net op. En ik vind dat wel inderdaad wel even goed om uh, um te benoemen. Uh, het eindexamen geschiedenis komt er weer aan. Ja, 15 mei. 15 mei. Voor, uh, voor HVO. Voor en, uh, 16 mei en, uh, voor VWO. VWO. En ook wel goed om te melden. VMBO uh, natuurlijk ook. Maar daar hebben we geen eindexamen special. Nee, voor. dus uh, uiteraard veel succes. Maar ja. uh, onder het bom van. Uh, uh, de reclamecodecommissie reclame uh, Luister allemaal onze podcast op, uh, op Spotify. Onze Deel. afleveringen over de eindexamens. Um, want elk jaar krijgen we toch echt wel berichten dat het mensen heeft, uh, heeft Vol, geholpen. Uh, het is absoluut niet vervangbaar hè, voor wat je, wat je moet leren. Maar het kan wel helpen hè, als we die berichten moeten geloven. Om het heel even misschien op een andere manier te horen. Of een ander perspectief te zetten. Uh, je kan het opzetten tijdens het hardlopen. Een stukje fietsen. Uh, ja. Wat ook goed is tijdens het leren, dus uh... grote tip. Ja, en uh, het is zo grappig, want in de luistercijfers zie je al eigenlijk sinds een maand dat die afleveringen weer uh, ja, vind ik op tijd. Omho omhoog komen als best wel luisteren, de afleveringen van de maand bijvoorbeeld of van de week. En op zich, de, 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 we hebben vorig jaar nog een eindexamen special gemaakt, uh, meerdere zelfs, uh, die stof komt nog overheen. Dus uh, ja. luister, pak die er gewoon bij en dan komt het helemaal goed. En mocht je vragen hebben, kun je kun je ons altijd DM en wie weet weten wij het antwoord. Meestal wel. Ja, ja. wel. <laughs> Nou, toch? Anders doen we gewoon eens op. Ja, dat, zo dat zo zo zoek het <laughs> <wij> even op. <laughs> Bellen we gewoon even na, ja. naar het ministerie. Bij nee, een docent. Ja. Dus, de, dus dat, de, dat was jouw historische week. Dat was, ja. Uh, nou ja, de, de, dat komt er natuurlijk aan. Er worden historische weken voor, uh, voor alle eindexamenkandidaten uiteraard. Ja, dat tien jaar geleden, zei je net. <laughs> ja, het, het, uh, ja, dat uh, schoot even door mijn hoofd, inderdaad. En um, jij? Ja. Nou, ik dacht, doe even in het dat weer is, een keer een uh, tip. Ik weet niet, waarschijnlijk heeft iedereen het wel meegekregen. Die, um, die jurk. Zeg je dat wat als ik zeg de jurk? De jurk? Uh, nee. Scheepswrak En de jurk? Nee, dat was echt niet? Nee. Heb je dat niet meegekregen? Nee, leg. In 2014 is er in, bij Texel, nou, dat dacht is ook een beetje een uh, historisch dingetje. Zo is, is een, in een scheepswrak uh, uit de 17e eeuw een, uh, een jurk gevonden. En nog veel meer andere dingen, ook kettingen en make-up dozen en zo. Um, en, die, en die zijn nog allemaal best wel intact, Veel de jurk is eigenlijk nog helemaal intact. Dus dat is best bijzonder, die heeft heel lang onder water gelegen. En duikers hebben dat opgegraven, is heel lang soort van stilgehouden. Want het is een beetje, ja, zeg je dat, is een beetje onduidelijk hoe dat, um, hoe dat nou zit als een duiker iets heeft opgedoken. in principe is dat illegaal? Hm. Uh, en ja, dan moet het dus in handen komen van de Nederlandse staat en nou, bla bla bla. Um, en dat is eigenlijk uh, dit jaar of sinds een paar maanden, uh, is dat eigenlijk helemaal, hoe zeg je dat, wordt dat nu helemaal. Um, uh, ik wilde zeggen, commercieel is niet helemaal het goede woord. Maar wordt dat nu tentoongesteld en uh, zichtbaar voor iedereen? En Er is een podcast over, een driedelige documentaire serie op uh, televisie. En er is zelfs, en dan kwam ik dus net achter een, een interactieve spel om zelf te duiken naar het wrak. En ik was oh. dat het geluid wat je net hoorde, was ik net aan het doen. En dan kun je dus le le lekker. Ik ben nu bijvoorbeeld, ik zal, ja, ik zal het even jou laten zien. Uh, voor luisters moet je het maar een keer opzoeken. Ik ben nu onder water, ik ben, ik ben net bij het wrak uh, aanbeland. En Dan kan ik gaan zoeken naar schatten, dat is leuk, Ja, best leuk. van best grappig <laughs> en dan vind, dan vind je die schatten die nu ook gevonden zijn. Die zijn ja, top ja, ja. Je hebt gewoon een uh, uh, je kunt uh, negen vondsten vinden. Als ik even snel kijk en ik heb er nog niks gevonden, en die uh, doe je dan in je tas of zo. Ik weet, ik veel mm -hmm. en, en uh, dat komt dan helemaal overeen met waar ze dan ook lagen in het echt. Of, ja, volgens of, of, of mij wel. Beetje, ja, dat is uh, wel het idee. Het is eigenlijk een soort wie uh, 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 van het duiken. Ja, zoiets ja, Achtig iets. ja of een 3 d achtige uh, een Na, nabootsing van, van het geheel. Maar ik wilde het eigenlijk... Ik had het eigenlijk opgeschreven vanwege die podcast. Want die is best wel leuk, vind ik. Mm -hmm. um, want ze onderzoeken dus allerlei scenario's. En vooral ook... Um, wat er eigenlijk allemaal een soort van... Um, Foute scenario's die zijn er geweest de afgelopen jaren. Want het is ongeveer volgens mij even uit mijn hoofd... In 2013 was die... Uh, of 2014 was dat uh, dat opduiken. in 2015 werd het dan een soort van bekend... In de kranten en zo van... Wie dat zou zijn. En in, in een van de eerste scenario's was dat het een of andere... Een jurk zou zijn van een, een spion van het Engelse Koningshuis. En nou, dat, dat is natuurlijk super sappig. Ja, dat is heel en pikant. Al, echt heel pikant. Nou, dat is inderdaad, vind je, en in eerste instantie al een jurk van meer dan uh, drie, 400 jaar oud, die een no soort van helemaal intact is, nog helemaal goed zichtbaar is. En het blijkt ook nog van een spion te zijn van het Engelse Koningshuis of tegen het Engelse Koningshuis. Nou, dat blijkt dan niet waar te zijn. En eigenlijk gaan ze in al die afleveringen allerlei scenario's langs. En, en leggen ze dus helemaal hun denkstappen ook uit. En dat is ja het is gewoon super leuk om naar te luisteren. Dus. Uh, dat is even een tip van mijn kant. zou ik zeker doen als ik jou was. Klinkt goed. Gaan ja, luisteren. Ja. Daarover gesproken. Ik moet er opeens aan denken. Heb jij die uh, podcast met, uh, met de koning al, al geluisterd? Nee. Oh, nou, nee, ik, nee. ik ook. Uh, ja, ik heb één aflevering een beetje half geluisterd. Maar dan moeten we dan misschien maar later nog eens keer op terugkomen. Want dat is natuurlijk ook vrij historisch. Dat hij een podcast had. Ja. Ja, een soort van King's Speech Ja. Ja, ik weet Ik heb wel dingen over gelezen. Dat hij natuurlijk niet helemaal uh, uh, uit nee zijn, uh, Ja, wat verwacht je ervan? Ja. ja. En uh, het is natuurlijk... Ja. Yeah, het is het allemaal natuurlijk in scène gezet, want we moeten alleen maar werken aan het imago van de koning, toch? Lijkt mij. Dat, nou ja, dat, dat is de in gedachte. Je zou het vast niet tegenwerken, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd. Maar hij wordt wel, volgens mij, best goed beluisterd, wat ik me ook wel kan voorstellen. Ja, hij staat echt... Uh, Overal boven Al die afleveringen staan bovenaan, ja. ja. Nou, goed, dan gaan we... nou maar moeten we hem eens even de volgende keer... Uh, even een goede recensio schrijven. Dus in oktober weer een keer opnemen. Ja. <laughs> maar, uh, ja. Over laten de, de woorden van de dag. Ja, laten we de boot nemen. Ja, want we gaan, uh, we zijn in Den Helder en we gaan, uh, we pakken de boot uh, naar Texel. of Texel. Wat zeg jij, Texel of Texel? Ik zeg de Texel zijn Hele mensen die echt Texel zeggen ja, weet ik niet. Ik vind het wel leuk om Texel te zeggen. De zijn Meestal skumkoppen. Skumkoppen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, we gaan, uh, we gaan als eerst naar Texel. En dat komt eigenlijk omdat... Uh, en dat is natuurlijk verwarrend. Eh, het is het eerste Waddeneiland, als we TV-tas TV technisch spreken. Maar het was ook het eerste eiland dat, uh, dat werd bevrijd. Mm -hmm. Namelijk uh, op 20 mei uh, kwamen de Canadezen aan wal. Uh, en beëindigden daarmee uh, de Duitse bezetting. Ja. Uh, en dat is natuurlijk raar. Want uh, zoals je net al zei, op 5 mei uh, had Duitsland als staatszijnde al gecapituleerd. In, uh, in Hotel de Wereld in, uh, in Wageningen. Mm -hmm. Um, en ja, de, de, dat verklapt eigenlijk al een beetje dat die hele bevrijding ook uh, niet zonder slag of stoot uh, uh, ging. Uh, want de bevrijding van Tessel en eigenlijk met name de strijd voor, vooraf aangaand aan die bevrijding... Uh, ...werd ook wel de laatste Europese veldslag genoemd uh, van de Tweede Wereldoorlog, uiteraard. Um, en dit, dit, was, dit was ook wel een interessante strijd, hè, want deze... Dit was namelijk eigenlijk een conflict binnen uh, het bataljon wat op Tessel aanwezig was. Dus binnen het Duitse bataljon dat, uh, dat Tessel bezette. Begin februari 1945 arriveerde daar namelijk het 882ste Georgische bataljon Koning Tamar. En dit bataljon bestond uit ongeveer 1200 militairen, waarvan er 800 Georgiërs, vandaar de naam, en 400 Duitsers. Zou je dan balen als je een Duitser was en je wordt dan in een Georgisch uh, bataljon geplaatst? Ja, dat het ook niet een Duitse naam heeft. Yeah. Dat vind ik maar waarschijnlijk. Ik heb daar niet echt op gezocht, maar ik ging daar zo een beetje uh, onbewust van uit dat koning Tamar is vast een of andere Germaanse connectie. Dan weer tussen Georgië uh. of, zou je niet denken, zoiets? Dat zou niet ook hoor. Maar uh, in ieder geval, die Georgiërs, uh, dat is natuurlijk een beetje raar. Hè? Dan denk je al van de uh, 800 Georgiërs, 400 Duitsers, uh, hoe zit dat precies? Nou, die 800 Georgiërs dat waren namelijk vrijwilligers die via het Oostlegion-programma uh, uh, in dit bataljon terecht waren gekomen. En dit programma bood krijgsgevangenen de kans om in plaats van onder erbarmelijke omstandigheden in krijgsgevangenschap te zitten, hè? Uh, bijvoorbeeld uh, uh, aan het oostfront, waar ze dan de Georgiërs eventueel gevangen waren genomen, om in plaats daar uh, onder slechte omstandigheden uh, weg te rotten in een cel mochten ze strijden aan de kant van de Duitsers. Hè. Dus daarom gaf je op voor dat een programma. Nou, naast deze krijgsvervangenden zaten hier ook wel vrijwilligers bij... die uh, gewoon echt wilden strijden in, mm -hmm. uh, in het Duitse, Duitse leger. Met name tegen het opkomende communisme. Dat is natuurlijk in die regio ook nog wel strijd uh, in die tijd... of je voor of tegen het communisme was. Ja. Nou, op 5 april kwam uiteindelijk het bevel uh, van de Duitse commandant... Hè. dus die zat bij die 400, uh, 400 Duitsers van de 1200... van de Duitse commandant uh, Breitner... Uh, dat het Bertillon zich uh, klaar moest maken om zich te gaan verplaatsen naar het oosten van Nederland. Omdat daar toch wel de geallieerden richting de oostgrens stokken vanaf, uh, vanaf Duitsland. He, die stonden al bij uh, voor de poorten van Berlijn, voor de poorten van Bremen. Dus dat zal niet al te lang meer duren. Dus die hadden een, uh, een nieuwe taak gekregen. En op dat moment ja, kwam eigenlijk het besef bij de Georgiërs van die oorlog die is uh, wel redelijk voorbij. He, dat kan, dat is een kwestie van weken. Ja. Yeah. Uh, wat gaan we doen? Uh, want ja, uiteindelijk waren ze natuurlijk wel. De meesten waren er eigenlijk niet vrijwillig. Hè? Dat waren die krijgsgevangenen. Dus die, dus die deden wat ze moesten doen. om maar niet in, die, in de gevangenis te zitten. Uh, dus dit was voor hun de kans om te laten zien: wij zijn uh, Georgiërs. en we zijn hier niet vrijwillig. en wij je zijn wel onderdeel van dit Duitse Bataljon. Maar uh, eigenlijk niet. Nee. Uh, dus wat deden ze? Uh, ze kwamen in opstand. Namelijk op 6 april. Dus op 5 april komt dat bevel van, we gaan weg. Dus dan ik, we moeten nu toeslaan. Diezelfde nacht, de nacht van 5 op 6 april, om 1 uur... Uh, komen al die Georgiërs uh, in opstand tegen de Duitsers. En elke Georgiër uh, kreeg ook één Duitser toegewezen. Hè, van, uh, uh, jij moet Heinrich uh, een kopje kleiner maken en jij wil wel. Dus uh, om 1 uur stonden ze allemaal, kan ik me zo voorstellen... als je het leest, boven de bedden van al die uh, Duitsers in, in de barakken. En om 1 ja. uur precies uh, was het tjak of de keel doorgesneden... of met de bayonet in de, in de borst of et cetera. kwamen geen kogels aan te pas. Uh, er op klokzag één uur... werden er al 200 uh, Duitsers uh, gedood. Uh, van dus uh, die 400. Dus dat was op zich uh, een mooie buit. Um, maar het was wel van essentieel belang... dat uh, al die Duitsers werden uitgeschakeld... voordat ze uh, het vasteland konden uh, contacteren... Uh, ja. voor versterkingen. Nou ja, dat lukte dus niet. Um, de overgebleven Duitsers die vluchten naar de uh, arteriebatterijen. Uh, dus dat zijn uh, een batterij is natuurlijk een opstelling van, uh, van kanonnen. En er waren er twee op Tessel, eentje in het noorden en eentje in het zuiden. Dus daar vluchten de overgebleven Duitsers heen. Ze lichten de kade in uh, en de volgende dag kwam, uh, kwam er al versterking. Een boot van 600 uh, Duitsers uh, landde op snel. Texel. Ja, het is echt, uh, in in zo'n op... situatie met wat je leest. Van alle kanten word je aangevallen. En dan, ja, uh, ik, ik vond het ook opvallend dat er, uh, dat er opeens nog een blik van 600 Duitsers ja, opengetrokken kon je zou komen. bijna zeggen, ja, het is een eiland dus... Ja, uh, en uh, zij wisten ook wel dat het... Isoleer het maar. Uh, en, ja. ja, het was natuurlijk... Uh, in dat opzicht wel logisch, omdat Tessel was best wel een belangrijk uh, ja. strategisch punt in de hele Atlantikwal. net zoals mm -hmm. alle Wadde eilanden, dat zien we ook in de verhalen ja. van al die eilanden. Um, maar er landen dus 600 Duitsers. En uh, half vier die middag daarna, dus uh, op de 6e april, werd uh, Denburg, waar de Georgiërs met name zich uh, verschanst hadden. Den Burg, de, de hoofdstad van Texel, de ja. hoofdstad, zou kunnen noemen. Uh, werd onder vuur genomen vanuit Vlieland, uh, vanuit Den Helder. En dus vanuit die twee uh, batterijen op Tesla zelf. Uh, dus vanuit vier, vier kanten eigenlijk. En in 20 minuten daalden 1800 granaten neer op, uh, op Den Burg. Echt vreselijk moet dat zijn. Ja, dat moet echt, echt vreselijk zijn geweest. En deze strijd die hield echt weken, uh, wekenlang aan. Totdat uh, in ieder geval de laatste strijdende Georgiërs. Uh, werden verslagen bij de vuurtoren in de Koksdorp, helemaal in het noordelijkste puntje van, uh, van Tessel, uh, bijna tegen Vlieland aan. Uh, dat was hun laatste vesting en daar werden zij verslagen. En nadien werden door de Duitsers heel Tessel uitgekampt om nog Georgiërs te vinden. Wat ze eigenlijk niet gelukt is. Uh, want uiteindelijk hebben 228 Georgiërs uh, overleefd tot aan, de, tot aan de bevrijding. Toen op 20 mei, dus het Canadese leger uh, uh, aanlegde in, uh, in Tessel. Uh, de Georgiërs keerden huiswaarts naar de Sovjet-Unie. Uh, en werden daar eigenlijk als landverraders uh, ontvangen. En dat was, dat was hun ook wel bekend. Het, het was, dit was ook een van de redenen waarom ze deze hele actie deden om te laten zien van wij staan aan de goede kant van, ja. van de geschiedenis. Um, maar ja, de Sovjet-Unie was natuurlijk in die tijd. Uh, uh, stond niet bekend om zijn uh, relativisme. Nee. Dus uh, uh, die werden gewoon in, uh, in werkkampen gestopt. En, uh, en, en hebben daar nog een aantal jaren moeten slijten. Uh, ze hadden immers uh, vrijwillig voor de Duitsers uh, gevochten. En dat was eigenlijk uh, ja, het, het einde van, uh, van Tessel. Van de oorlog. De bevrijding van Tessel. wordt ook wel de Russenoorlog genoemd. Ja. Of de opstand van de Georgiërs. En allemaal mooie romantische uh, namen. Ja, het is grappig omdat ik. ik ik ben wel eens op Texel geweest en dan zie, zie je wel verwijzingen naar Georgië maar je, ik, ik had heel lang wist ik niet dat dit verhaal aan hem zeggen ik dacht, ik dacht ja, ze hebben Georgië ook aan de geallieerden kant gevochten of zo uh, dat hij daar uh, weet je net als Polen of Canadezen of zo ja. lees je natuurlijk ook wel dat de Poolse troepen uh, dit en dit dorp of deze, en deze stad hebben bevrijd uh, maar het eigenlijk waar, het is, het was gewoon een soort inter, het was een intern conflict ook weer niet helemaal want ze hadden geen keuze eigenlijk om uh, uh, en ze konden niet te uh, ja. kiezen. Je moest wel voor de Duitsers eigenlijk zijn als je je leven je geval wat langer wilde rekken. Ja. Maar het, uiteindelijk was het uh, bijna een soort intern conflict. Ja, ja en, en natuurlijk dit soort bataljons stuurden ze ook niet uh, op de meest belangrijke missies. Omdat je weet van ja, de helft van het bataljon heeft er eigenlijk geen zin in nee. en heeft geen moraal. En dus ze kwamen ook uh, uit Frankrijk, waar ze een tijdje hebben uh, gepatrouilleerd. Vervolgens ja. zijn ze dus naar test gestuurd van nou, uh, ga dames zitten de boel ja. bewaken. Van, uh, met name, daar is natuurlijk. Uh, op zich nog wel, uh, wel geschikt voor. Ja, het is wel grappig, want um, uh, ik las op, um, op de, in de voorskant heb je zo wat verhalen over de bevrijding. Volgens mij is dat een jaar of twee of drie geleden gemaakt. En dan was ook een verhaal over Tessel ja. en dan vooral dus over um, uh, die Georgiërs. Maar dat ging dan ook over een, een ooggetuige. Dus die woonde op Tessel nou, en je woont dan op een eiland. Dus dan ken je denk ik al heel veel mensen. En dan komen er opeens is 600 Georgiërs. Ja. Uh, daar zitten op dat eiland en die nemen dus ook allemaal hun eigen gebruiken en, uh, en verhalen mee. Uh, maar het was wel, het, het grappige wat ik vond was dat die uh, man die is die uh, heette Ja Bakker uh, die vertelt dan uh, dat uh, de Duitsers uh, ja dat weet je ze hadden uiteindelijk allemaal niet heel erg last heel, eigenlijk van die oorlog. Misschien op Tessel wat meer dan op die andere eilanden, maar het leven kon redelijk doorgaan. Toen kwam ook dat waar er geen bijvoorbeeld weinig Joden of geen Joden op die, uh, op die we de eilanden waardoor uh, bijvoorbeeld geen rassia's of zo waren en dat soort, dat soort zaken. Ja. Uh, en het werk kon eigenlijk allemaal redelijk doorgaan. Veel vissers en zo, ja, die moesten dan misschien de helft van hun vangst soms inleveren bij de Duitsers. Maar voor de rest kon het allemaal een soort van, uh, een soort van doorgaan. Um, dus het ging ook allemaal redelijk samen met die, met die soldaten. En er waren vaak echt wel veel soldaten aanwezig op die eilanden ten opzichte van het aantal inwoners. en Dat zo ook dus ook op uh, Tessel en dan, komen dus ook, en dan komen er dus opeens 600 Georgiërs met nog weer andere gebruiken en nog een andere cultuur dan die, dan die Duitsers. Maar uh, die Jo Bakker die vond eigenlijk um, um, die Georgiërs veel gezelliger. Want die Duitsers die hadden echt van die hele heftige, zware liederen. En die Georgiërs waren veel meer aan het dansen met elkaar. En die dronken veel meer. En uh, dat, dat, dat was hem heen. dan bij bijgebleven. Nou, dat is wel grappig toch om dat dan te lezen. Die, ja dat dat natuurlijk dan ook heel erg verschilt en wat voor impact dan zo'n groep kan hebben op zo'n uh, zo eiland ja, ja, ja we die uh, die Duitse major dus die Breitner ja die, die daar zat die die heeft dus echt tot tot aan zijn dood uh, laten we het even romantiseren echt de pest ook gehad aan die aan die Georgiërs oh ja hij, zeg maar ook al was de was het oorlog en was hij al bijna voorbij en hij voelde zich gewoon echt, echt verraden ja het is ook wel grappig dat je dat uh, uh, dat lees je dus ook wel in de bron dat hij dat nog gezegd heeft uh, later dat hij uh, dat uh, zo ja, grappig. Echt hoog verraad. Uh, ja. Oké, nog even één belletje. Ik had even nog ongezocht wat uh, koningin Tamar uh, was. Ah, ze was ja. de koningin van Georgië in het, uh, de, de, nou, de gouden eeuw van Georgië. Uh, ze was uh, koning tussen 1184 en uh, 1213. Dat was eigenlijk de bloeiperiode van, uh, van Georgië. Dat was best bijzonder, want het was echt een christelijke enclave in een rest al islamitisch Byzantijnse uh, gebied. Uh, en zij was een van de, bijvoorbeeld een van de opvolgers van uh, David de Bouwer. Mooi, ja. Koning. David de Bauer. Dat de broer van Bob. Ja. ik. zag hij nou al voorbij komen? Dus ik een beetje om lachen, David de Bauer. Maar ja, koning en taamer. En um, het was echt een bloe. Ja, het is vooral dus dat die periode van haar. Van haar uh, zeg je dat? Haar koninginenschap was echt een bloeiperiode van de, van de cultuur. De Georgi Georgische orthodoxe architectuur komt tot uiting. Er werden verschillende kathedralen gebouwd. Uh, er waren veel dichters die aan het werk waren. Waar er een beroemd uh, werk nog van overgebleven is. Uh, een groot Epos, de ridder van het Pantervel, in Contraye werd uh, bezongen. Nou, van alles en nog wat. Dus dan weten we dat. Stop de tijd. <laughs> Toch even leuk, zo'n internetzootje. Gejo, ja, uh, ja. Uh, gezien ge ge <laughs> ja, is. Ja. Uh, laten we doorgaan. Je hebt uh, nou, ja, richting Terschelling. Ja, dat is even iets heel uh, heel kleins. We kunnen, we kunnen niet alles uh, tot in de terugbanden. Nee. Maar uh, Terschelling werd op 29 mei uh, bevrijd door de Canadezen. Dus negen dagen naar naar Tessel. Ja. Uh, en enige uiteindelijk was uh, moet ik het even goed zeggen op 5 mei werd natuurlijk gecapituleerd. Uh, enige weken daarvoor, want dat zag men natuurlijk al aankomen, was de communicatie al afgesneden met, uh, met de wal, met het vasteland. Ja. Uh, en ook de veerboten die, die uh, voeren niet meer uh, uh, van uh, Harlingen naar, uh, naar uh, Terschelling. Uh, en dit is, dit is wel grappig, want uh, ik denk dat het grote verschil met Terschelling en Tessel is, op Texel had je gewoon die, die Georgianen. Uh, Georgianen? Georgiërs. <laughs> Georgiërs. Die Georgiërs. Ik die Georgiërs. En dat zorgt natuurlijk ook nog voor die interne strijd. Maar voor de rest... Um, komt het er wel redelijk overeen dat al die... en dat zie je eigenlijk op al die eilandjes... dat daar een commandant zit die zich... denkt van ja, ik heb een eiland. Het kan best klaar zijn. Maar ik heb het gewoon nog helemaal in handen. Ja. En uh, laat ze maar komen. Ik zie wel wat er gebeurt. Uh, ik ga niet een soort van weg. Nee. Dat, dat deden ze allemaal niet. Echt bijzonder. Echt een soort... soort uh, Napoleon-complex. Ja, of... of ja, ja, ik denk en misschien jaren. was dat, dat is ook niet helemaal duidelijk of dat ook wel het bevel was van ja, blijf vooral zitten waar je zit totdat wij komen en mm -hmm. de boel gaan regelen. Ik denk dat dat er ook wel een beetje achter zat. Ja, ja. Denk ik ook. Um, maar ja, precies wat je, wat je al zei, hier had je ook een, uh, 2200 Duitsers op 3300 uh, eilanders. Uh, nou, echt, dat, echt veel vind ik het. Echt veel, ja. En dat had dus alles te maken met die, uh, die Atlantikbal. A, ja, ja. omdat het dus strategisch heel belangrijk was om het te verdedigen, maar ook gewoon om het te bouwen. Mm -hmm. En daarom waren natuurlijk ook uh, gewoon veel mensen daar. En al die Duitsers zaten ook allemaal ingekwartierd bij de mensen thuis. Dus het was ook heel lastig om bijvoorbeeld verzet te plegen op de Schelling. Ja. Omdat je, ja, je kon niet stiekem s'nachts weg, want er sliep gewoon een Duitser bij in huis. Uh, dus dat was, uh, uh, dat was lastig. en ja, Ik vind het wel mooi, sorry, ik, moet een beetje ja. lachen. ik moest een beetje lachen om die zin die je had opgezet in het draaiboek. <laughs> leven laten leven, als het motto van de Ja. <laughs> live in the, live <laughs> Heb je dat zelf bedacht? Of? Nee, dat had ik zelf bedacht. Dat was een beetje mijn conclusie uit wat ik, uh, wat ik las. Leven en let leven. Iedereen deed gewoon een beetje zijn dingetje wat je zegt. Ik weet nooit of je hier in voldoende uh, zou krijgen als je dit als, <laughs> uh, als eindconclusie van je essay zou hebben. Leven en laten leven, jongens. Dat is sowieso goed om mijn huis te nemen, ja. hoor. Nee, maar dat, dat, dat kwam er wel een beetje, uh, een beetje in, uh, in naar voren, moet ik zeggen. Ja, ik snap, wat je, nee, ik snap het helemaal. Je moet je. Ja. Ze passen zich heel erg aan, maar je leest ook wel dat ze zich dus niet zo ook zo erg weer hoefden aan te passen. Omdat nee. de, de impact qua, laten we zeggen, conflict of zo viel allemaal wel mee. Ja, voor, 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 het, voor het leven dat ze daar leefden ja. inderdaad uh, wel. En uiteindelijk op, uh, op 5 juni, hè, dus dat is uh, dan weer een week ongeveer nadat uh, de nadat, uh, Canadezen slash Engelsen, want uh, dat vond ik opvallend, daar verschilde de bron een beetje van mening over. Ja. Wat Waarom ik ook niet helemaal zeggen. snap. Nee. Want dat zou toch heel duidelijk moeten zijn, ja. lijkt mij. Maar uh, ook verschillende, gewoon ook wel allebei betrouwbare bronnen, voor mijn gevoel. Dus dat ja. vond ik. Maar goed. Engelse slash Canadese troepen. 5 juni uh, gingen de laatste Duitsers daar weg. Um, en werden, gingen de, die Duitsers per schip allemaal naar de Bremerhaven. Om daar uh, uh, ja, spulletjes in te leveren. En uh, weer een Duitse. Ja. Leventje op? Er zijn pakken. trouwens mooie, mooie foto's van. Uh, dat die Duitsers gaan. Even, uh, als je kijkt op de. Bijvoorbeeld. Wizitwandenwadden.nl uh, en dat soort websites. Of. Um, uh, gewoon Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als je het gewoon googelt, dan vind je best wel mooie foto's van. Ja. Uh, vooral Duitsers die weggaan. Atlantikwal-wadden.nl. Ja. Yeah. Oh, zijn heel en... veel. Inderdaad, is, er zijn heel veel bronnen over deze. Um, episodes in de. In de, in de, in de wat de geschiedenis, maar het zijn gewoon best wel leuke foto's om dat die even te bekijken. Ja. Oké, okay, dus dan hebben we nu de eerste twee gehad, de TT. Dan dus hebben we nog uh, vast. Moeten we nog doen? Ja, de vast. De VAS, Maar eerste misschien tijd uh, voor de quiz. Ja. ja. wat is de stand, uh, Rens? Ja, weet ik eigenlijk. Ja, we zijn vorige keer, mijn vorige aflevering begonnen opnieuw. Ja. Ook zonder quizboek. Toen hadden we een soort uh, ai uh, tooltje Ja omdat we dus echt geen leuke quizboeken meer kunnen quizboeken niet meer kunnen vinden. Dus heb je een tip voor iets van geschiedenisquizboek op niveau? Laat het, weten. Laat het even weten. Um, dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we vandaag voor het echtje beginnen. Oké. Okay. We hebben weer ChatGPT. Uh, ik het tenminste. We hebben ChatGPT aangeschaft. Vorige keer hadden we een app. Oh uh, om, dan, om appen, en, ja, dat was een app en om vragen uh, te bedenken. Dat is even een exercitie om te komen tot een beetje. Uh, zeg je dat? Moeilijke vragen. Ja. Maar jij hebt een vraag voor mij opgevraagd via ChatGPT en ik heb een vraag voor jou via ChatGPT. Ik um, kan wel even mijn uh, prompt geven. Misschien is dat leuk. Hè? Wil je het zelf een keer doen? Kun je ook een beetje testen, een <laughs> beetje misspelen? Ik uh, begon namelijk met, ik uh, bedenk, twee quizvragen over de verrijding van de in de Tweede Wereldoorlog. Vragen nee, nee. moeten meer keuze zijn. En voor een ontwikkeld publiek. Nou, dat was die waren te makkelijk. Uh, maak de bovenstaande vragen specifieker. Uh, door ook in de vragen de Walleinen te betrekken. Want het waren echt hele algemene vragen. Dat was nog steeds heel makkelijk. Toen dacht ik, ik ga het over een andere boeg gooien. Ik dacht bedenk twee. waar of niet vragen over de veiligheid van Nederland in de Tweede Wereldoorlog? Toen had ik gezegd, maak de bovenstaande stellingen moeilijker. Toen uh, was het nog steeds heel makkelijk. Ik maak de bovenstaande stellingen specifiek door in de Walle En door ook de Walleinen al in te trekken. Nou, nu heb ik wel twee, denk ik. Kan wel. Ja? Dus mag ik kiezen, één of twee? Oeh, ja, dan ga ik voor twee. Die is net heel makkelijk. Oh, doe, maar 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 één, doe maar één dan. <laughs> Oké, okay, de eerste vraag. Uh, operatie Manna. Een, een van de gevalerde operaties die hielp bij de veiling van Nederland in 1945. Maar was er ook een soortgelijke operatie op de Waddeneilanden genaamd, operatie Faust. Is dit waar of niet waar? Uh, nee, ik soort dingen denk ik, haast, ik kan dan die Chat GPT niet verzinnen dat dat dan niet waar is. Maar operatie Manna... Ja, nee, je moet even Operatie Faust zou het dan moeten zijn. Dus Operatie Manna was een van de geleerde operaties ja. die hield bij de Vuiling van Nederland. En dan maakte hij de denkstap. Maar was er ook een soortgelijke operatie op de Waddeneilanden... Genaamd Operatie Faust. Dus zou ja, je eens moeten weten wat Operatie ja. Manna is? Ja, ik, ik, ik denk gelijk aan soort Manna-regen of zo. Ja, het ja, met, dat klopt. Met drops van ja. eten of ja. Ja, iets. Ofzo. Ja, dan zit je heel goed in je Maar in Faust, ja, ja. is dat dan hetzelfde? Ja. Uh, dan ga ik voor niet waar. Klopt. Uh, is, uh, inderdaad niet waarom Operatie Mannen was een de operatie werd uitgevoerd om de hongerige bevolking van Nederland te voeden. Maar het had hmm. niets te maken met de verhaling van de Walla-eilanden. en was dan ook, dus ook geen soortgelijke operatie genaamd Operatie Faust. Moet ik zeggen, ik heb het niet gecheckt, dus ik heb geen idee of het echt. Of Operatie Faust ook uh, iets is? Ja, of, of, en of, de mannen of, of Operatie ook... Mannen überhaupt bestaat. Hmm. Dus dat. Uh... Nou, ik, het lijkt wel te kloppen, ja. Misschien zelfs boos is. Waar ja. uh, je net voedseldroppings in april, mei 1945. Aan het eind van de honger. Goeie naam. Oké. Okay. Dus dan, uh, ja, je hebt een punt. 1-0 voor jou. Ja, nou, ik heb uh, de ChatGPT ook even een, uh, een mooi vraagje laten, laten opstellen. Ja. Uh, die voortkwam uit het bedenken moeilijke kerstgangen over de Nederlandse bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, en dan kwam er kwam mm -hmm. een verrassend leuke vraag uit, Oké. Okay. Uh, die helemaal aansluit uh, bij interessegebied. Ja. Uh, de vraag luidt: uh, Wat was de codenaam van de geheime operatie uitgevoerd door de Nederlandse verzetstrijders en geallieerde commando's. in maart 1945, waarbij de spoorbrug over de IJssel bij Deventer werd opgeblazen. om de opmars van de Duitse troepen te vertragen tijdens de bevrijding van Nederland? Vraagteken. Er is geen meer keuze. <laughs> geen meer keuze. <laughs> kan, kan, kan. Doe, even, doe even volgende opdracht. Maak, dit, maak er een keuze van. Ehm. Um... Ja, nee, ik zou, ik zou echt niet weten wat die naam is, sorry. Even kijken, nou, hij is even aan het uh, denken. Daar ja. komt uh, een, een, as we speak uitgerold. Was dat A, Operation Market Garden? Was dat B, Operatie Overlord? Was dat C, operatie cannon shot? Of was dat D, operatie Varsity? Market Garden is voor Arnhem, toch? Ik denk Overlord. De naam zegt maar wel wat. Dat is mijn antwoord ook. Overlord. Ja. Uh, nee, dat is niet goed. Wat is het dan? Het is uh, Operatie Cannon Shot. Oh ja maar helemaal niks. Jou? Oh, nee, maar ook niet, want ik dacht misschien uh, heb je het een keer gehoord in nee. uh, die kontraaien daar. Nee, is niet de geeststraat geen straatnaam naar verloopt of zo. Helaas. Nee. Um, Operatie Overlord is uh, Normandie. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dat is gewoon een uh, soort. Dat, is, uh, dat moet hem zijn. Ja. Oké, okay, dat betekent dat uh, ik een fout heb en dat een één nog voor jou staat. Zullen we nog een vraag bedenken voor de luisteraars? Ja, dan zeg ik bedenk ook een vraag voor de luisteraars. <laughs> ja. ja, doe eens, kijk wat er nou komt. Hij zit natuurlijk met okay. het uh, even aan het intypen op zijn netboek, uh, Ik <laughs> doe een soort audio escriptie ja. uh, is, uh, en het, uh, het systeem is even aan het nadenken. Ja, hoor. Wat was de grootste militaire operatie die tijdens de bevrijding van Nederland in 1945 werd uitgevoerd? En wat was het doel ervan? Leuk. Ja. Schrijf hem even op, dan uh, ja, kunnen we de vraag er, even om het antwoord, want dat maakt ja. hij dan nog niet. Oh, ja. Maar uh, ja. De, deze zullen we dan stellen via onze socials en dan kan jij nou wel antwoorden. En mocht je hem een keer goed hebben, dan uh, krijg je een pluim. Ja, dan krijg je een hele, hele dikke vette pluim. Oké, okay, laten we doorgaan uh, met de andere eilanden. Ja, want jij uh, hebt ook wat uitzoekwerk uh, 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 gedaan. En moet ik dan nu naar Vlieland? Want dat was de volgorde in het draaiboek namelijk. Ja, we moeten nu, dus we gaan nu weer terug. Uh, als we het kunnen hebben over terug, dan kunnen we naar Vlieland. Ja. Dus we, gaan, uh, we hadden TV, dus hadden we de V overgeslagen. Ja, ging naar de Schelling meteen. Ja, en dan we gaan dan we weer terug, terug naar Vlieland. Vlieland. Ben je er wel eens geweest? Nee. Lekker. Nooit geweest, nee. Verliepiet noemen ze het ook wel. <laughs> oh ja, joh. Nee. Uh, <laughs> um, nee, op Nederland op, op verliep de oorlog. Uh, ik heb tussen haakjes mee verschijnt rustig. Eigenlijk ook wel rustig. En uh, niet te heel veel. Uh, uh, nou, ja. eigenlijk wat we net ook al hebben gehad. Er gebeurde niet heel veel bijzonder, er waren geen ratios, dat soort dingen. Ik vond het ook wel grappig, dus dat er waren 240 Nederlanders te, aan het begin van de oorlog op de eiland. En die zijn zonder een schot te lossen van het eiland weggegaan toen de Nederland capituleerde Vond ik wel grappig, ik denk nou, Die hebben daar gewoon waarschijnlijk gewoon gezeten en gedacht, ja, maar nu komen ze. Hè? En ja. toen had Nederland wel zich gewoon gecapituleerd. Denk ja. Ik, toch? Ja, ja, volgens mij was dat in, uh, uh, op alle eilanden ook zo. Dat ja. wel gecapituleerd was voordat. Ja, überhaupt er, uh, ja. ja. Um, en ja, je leest eigenlijk voornamelijk ook met Vlieland weer hetzelfde. We hebben het net over die, uh, die, die wal ge gehad, die uh, Atlantic Wall. Dat, dat het hier op Vlieland ook heel belangrijk was. En dat die Duitsers vooral daarmee aan het bouwen waren. En uh, verschillende batterijen maakten. Uh, heel veel grote bouwwerken om dus... Uh, nou, in ieder geval ergens een verdedigingslinie te hebben tegen als iets van het water afkwam. Dat was eigenlijk heel belangrijk. En eigenlijk wat er gebeurde tijdens de oorlog was dus. of dat er. Je leest bijvoorbeeld dat er. soldaten die overleden waren. van de slag om Duinkerke. wel eens aanspoelden op Frieland of op de Waddeneilanden. Dus die lichamen nog best wel ver. Of dat er een. bijvoorbeeld een landmijn of een zeemijn. los schoot door, hard, door slecht weer bijvoorbeeld. en dan tot ontploffing kwam dichtbij het eiland of op het eiland zelf. Dat zijn een beetje de. de, de Gebeurtenissen die je dan, uh, die je dan leest. Mm -hmm. um, en ook hier is het eigenlijk weer, kunnen we heel kort zijn. Het duurde even voordat uh, die bevrijding uh, kwam. Uh, maar je leest eigenlijk over de Java Force. Daar ben je waarschijnlijk ook wel tegengekomen. Dat was een, uh, een, een divisie die uh, op 26 mei de opdracht kreeg om uh, 60 man te, le te leveren en uh, richting de Fleel te gaan. En uh, de Duitsers daar eigenlijk uh, niet echt weg te jagen, maar in ieder geval afspraken te maken met over hoe gaan jullie. Te leren hoe gaan wij hier zorgen dat alles uh, overgenomen uh, wordt? Nou, die eenheid stond onder uh, commando van uh, kapitein uh, Johnston. En uh, op 29 mei werd die Jaffa Force overgebracht van Den Oever naar uh, de Schelling. Nou, de, dat eiland hebben we eigenlijk net al gehad. Uh, nou, daar krijgt die, 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 die Duitse commandant die daar zat te horen van... Nou, op dit moment uh, is het eigenlijk uh, klaar met jou. Mm -hmm. Niks meer te, te, te vertellen. En... Um, uh, dat ging dan over al die, die de, de drie eilanden: uh, Terschelling, uh, Vlieland en uh, Ameland. Ik wil eens misschien ook, maar die viel daar weer buiten. Mm -hmm. uh, dus de was eigenlijk de, het middelpunt van die, van, die, uh, van die missie, van die Java Force. Um, en dan lees je dan over Vlieland dat uh, in de ochtend van 31 mei de vijf soldaten werden gestuurd naar Vlieland om uh, <laughs> het over te dragen. En toen was het klaar. Ja, dat is toch mooi. Ja. Ik, zie dat gewoon, ik vind dat heel schattig. Ik zie dat gewoon helemaal voor me. Waarschijnlijk van die jongens die helemaal uh, nou, daar gewoon zin in hadden, die zeggen. Nou, we gaan naar Finland toe. We gaan in gesprek met die Duitsers. En dan ja, even vragen hoe, hoe jullie, nou hoe willen jullie overgeven. Ja, wat gaan jullie doen? Ja. Je leest ook wel dat, dat ze eigenlijk al, heel, al, net als op de schelling, wat jij net ook al vertelde, en ook al op TESL, dat die Duitsers al helemaal bezig waren met haar weggaan. En zo snel ja. mogelijk. Um, ja, en volgens mij was dat ook op Vlieland en vooral op Vlieland een te dat ook daar de, de binnenlandse strijdkrachten al wel ja. waren. Ja. Uh, maar dat de Duitsers, en dat was volgens mij wel iets, iets voor het hele land, zich daar niet graag uh, gaan overgaven. Nee. Want dat was echt een grote ja, uh, Wildwesten uh, situatie. Ja. ja. Uh, dus ze gaven hun wapens nog niet op totdat de galieerden. er waren. Eigenlijk kwamen de galieerden ook wel een beetje voor de veiligheid van de Duitsers uiteindelijk. Ja, ja want dat, uh, dat wil ik eigenlijk uh, nabij in, in het verhaal van, van Ameland uh, uh, vertellen. Want daar, daar lees je dat heel erg over: die, die, eigenlijk die spanning tussen de Binnenlandse strijdkrachten ja, ja. en, uh, en de Duitsers. Zo komen we zo op. Maar dat was eigenlijk kort het verhaal van. van Vrieland. Ja. Dus eigenlijk een Eigen... heel korte is dus natuurlijk een klein eindje. Ja, je mag niet eens met de auto naartoe. Nee, moet je nagaan. Moet je nagaan. Oké, okay, dan gaan we nu naar, um, Ameland. Naar, naar Ameland. En eigenlijk weer hetzelfde artikel um, of hetzelfde stuk van de Volkskrant over verhalen van de bevrijding en dan over, uh, over Ameland. En dan lees je inderdaad over, um, het begint eigenlijk met een man die um, een conflict heeft. Uh, die wordt gestuurd door de binnenlandse strijdkrachten of door ieder een afdeling daarvan. Dus eigenlijk door de, ja, hoe noem je dat? Hoe, zul je, wat, 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 hoe zullen we de binnenlandse strijdkrachten typeren? Als een soort van... Uh... Nou ja, ze hadden volgens mij wel erkend gezag in, uh, in Nederland. Ja, maar het was ook wel een beetje... Uh... Ze, ze, ze kregen wel uh, bepaalde uh, taken van de geallieerden ook. Ja, maar wel. Ook als een soort zoethoudertje, toch? Een beetje hetzelfde als met Prins Bernard, die dan een soort van... Uh, de commandant werd van benoemd. Als, ook ja. als een soort zoethoudertje. Ja, maar volgens mij waren ze uiteindelijk liever kwijt aan Rijk, maar hadden ze ja. gewoon de manschappen niet om ze niet te gebruiken. Ik denk dat dat een beetje de verhoudingen waren. Ja, ja. Want ja, inderdaad die binnenlandse strijdkrachten die 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 deden alles wat God verboden had. Die, uh, ja, die gingen voor eigen rechten. Ja, die hadden ja. daar vijf jaar op gewacht en die ja. gingen nu uh, niet vol los. Ja. 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 Maar op Aanland had je dus ook die, uh, die, die binnenlandse strijdkrachten en er is er dan een artikel van uh, Jure van den Berg die Wim de Boer uh, interviewt die 21 was toen de bevrijding was. En dat hij dus op dat moment een uh, conflict heeft met een Duitse die tegen hem scheelt. Uh, hij gaat naar krijgt de opdracht uh, om naar, als posthuisjongen naar... Um, uh, het postkantoor op Neste gaan, of in Neste gaan, is dus een dorp op, uh, op Ameland. En die zou hij, soort van, moeten bezetten. of soort van, daar moeten aanwezig zijn. want de jonge vrouw die het postkantoor runde. Of bemande, had een affaire met een Duitse commandant. Dus dat was gewoon niet handig. En dan moest er gewoon even een beetje toezicht gehouden worden. Nou, en uh, dit is dus, 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 dus na 5 mei, dus na de bevrijding. En dan krijgt dus een conflict met die Duitse officier. die zegt eruit of ik schiet je neer, schiet je dood. En uh, nou, dat ging dan een beetje zo uh, over en weer. En hij zegt dan, ik wijs ook op mijn armen. Die, die bilanstijdkrachten hadden vaak een blauwe overal, met een witte een soort aanvoedingsband met BS erop. Of nee. een oranje aanvoedingsband of een rood-wit-blauw. Maar van, uh, ja, wij zijn de bilanstijdkrachten... en jullie hebben getekend voor de capitulatie. Jullie dus hier nu een beetje voor het, uh, voor, voor het zeggen. Je kunt zeggen wat u wil, maar ik ga hier gewoon niet, uh, niet weg. Uh, maar uiteindelijk bond dan die officier ook in. Dus dit, dit is hem gelukt. Hij had wel een soort van die, uh, die zeggenschap... Um, maar wat hij dan ook later in het artikel zegt is dat eigenlijk Ameland dus een tijdje in een soort van schemertijd leefde, die maand lang. Dus ze waren wel bevrijd, maar er was dus wel spanning. En die Duitsers waren enorm opgefokt en angstig: van ja, we zitten hier op het eiland, we kunnen of we mogen nog niet weg. We hebben, ja. Ze hadden gewoon nog wapens. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel een uh, lastige periode voor, ze, voor die mensen was. Maar ook voor die Duitse soldaten die eigenlijk geen idee waar ze aan toe waren, en het liefst naar huis wilden, maar gewoon nog naar het eiland. Uh, uh, op dat eiland zaten. Dus hij zegt ook die Wim de Boer zegt, de sfeer werd er echt niet beter op tijdens die. Uh, hij zegt de eerste paar dagen was het allemaal leuk en aardig en uh, super blij. Uh, maar zodra eigenlijk die, die eerste euforie van die bevrijding weer was gaan liggen. Ja. En we een soort van moesten op, ons opnieuw moesten gaan verhouden ten opzichte van die Duitsers, werd het allemaal een beetje een beetje gekkig. Dus dat vond ik wel interessant uh, om. Uh, ja, want die, die Canadezen die kwamen maar niet. Nee. Toch? Ze, maar ik nee. heb ook gelezen dat ze wel meerdere malen gevraagd hadden: hé, hey, eh, ja. komen jullie nog? Of uh, ja. hoe zit dat precies? Ja, en wat ik dus heel um, uh, niet schrikbaar, maar een beetje tenen krommend vond, was dat, je, dat ze dan op aanland ligt, natuurlijk, best wel dech, dicht bij uh, tegen Friesland aan. Uh, dus ze konden gewoon de Nederlandse vlag zien wapperen. op, mm -hmm. op, op, op de kerk te worden van, hou, lees je dan? Uh, dus dat is echt een overkant, naar me zeggen, van het eiland. Dus, uh, nou, die... Zij waren dus gewoon bevrijd. En zij zaten er nog steeds aan nou, dat eiland met allemaal Duitsers. Ja, um, ja en datzelfde verhaal zag je ook een beetje op de Schelling inderdaad. Dat zeker op 5 mei al de ja. mensen de, de, de vlaggen uitingen. En dat die Duitsers zeiden, nou nou, uh, haal ze maar weer binnen. Want, ja, wij we, we zitten er nog. Wij we we zijn ja. er nog. Hier lees je wel iets ander verhalen. Iets van dat ze er wel dus gewoon tussen de Duitsers door konden feesten. En dat, nou, er waren wel ja. wat... Feestelijke partijtjes. Maar uiteindelijk duurde het tot, tot, tot 3 juni. Dus dat is echt wel een maand later pas ja. dat de geardeerden arriveerden en de, de Duitsers officieel het eiland uh, verlieten om via de Schelling naar de Bremenhaven te gaan. En daar dan weer uh, als krijgsgevangenen verder vervoerd uh, te worden. Dus het was, uh, was niet altijd een pretje, denk ik, die eerste maand. Nee, en gevaarlijk ook. Hè? Dus, ja. Volgens mij zijn er ook nog wel meerdere slachtoffers uh, uh, gevallen zo over die uh, Waddeneilanden ja. uh, in die uh, in die periode tussen de capitulatie en uh, ja een beetje dat verhaal bijvoorbeeld ook van uh, in Amsterdam toch op 6 mei of 7 mei uh, ja dat fruit, uh, op de nog... dam uh, werd geschoten bijvoorbeeld maar dat is denk ik meer gewoon die die stress of die ja. uh, onduidelijke periode ja. wat nog wel leuk is uh, wat ik expliciet ook veel bij uh, over aanmaat las gewoon twee dingetjes um, de dagen dat de. Het was dus gecapituleerd op 5 mei. Eigenlijk kwam op 6 mei, 7 mei kwam de toerisme wel weer op gang. <laughs> Godzijdank. Dus het werd ook echt wel echt mee. Ge, zeg je dat, mee geadverteerd, want het is hier veilig. Dus je kunt gewoon op vakantie op Ameland. Ja. Um, dus dat was wel, uh, vond ik wel heel grappig. Um, je hoorde af en toe dan vliegtuigen, werd er dan geschreven. Maar voor de rest, je had eigenlijk geen last van die Duitsers. Je kon niet gewoon lekker op het strand liggen. Niks aan de hand. Maar al snel, vrij snel hadden die Duitsers door, dat is niet helemaal. Het is gewoon niet zo handig als hier toeristen zijn. Dus vanaf augustus 1945 of 1940 was het eigenlijk al onmogelijk om, uh, om gewoon als toerist naar de Walle-eilanden überhaupt te gaan. Want eigenlijk voor alle eilanden had je toen al een auswijs nodig om daar te komen. Dus echt een goede reden, ondertekend door de Duitsers, om, uh, om van Wal te gaan, of juist naar de eilanden ja. toe te gaan. Um, en eigenlijk hetzelfde geldt dus weer na de, na de bevrijding, dat eigenlijk die, die toerisme sector ook weer heel snel op gang kwam. Dus heel snel gingen mensen weer op vakantie naar de Walle-eilanden. en dan expliciet ook naar Ameland. En dat is dus ook heel veel Duitsers naar Ameland gingen. En dat was nog wel een <laughs> ja, beetje, begin Kijk, nog wel een beetje. <laughs> ja. ja. Je leest dan ook in dat artikel van de volgende een beetje onge wel, wel wat ongemakkelijk. Ja, kan ik me best voorstellen. Ja. ja. En, uh, uh, maar dat je dan, dat er ook heel veel Duitsers waren die dan excuses gingen aanbieden of, of inderdaad. Uh, Iets dingen zeiden in, in het interne van... ja, we hebben, we hebben net niet gewoest. Weet je, <laughs> gewoon zulke dingen. Uh, maar ja, ze hadden ze ook wel gewoon nodig. Dus ja, dat was uh, dat ging eigenlijk vrij snel weer... dat was vrij snel weer normaal. Maar ik vond dat gewoon een grappig detail... wat heel veel terugkwam op, op in de verschillende bronnen. dat ah, het toerisme. Dat de hmm. toerisme sector nauwelijks eigenlijk... Uh, buiten die vijf jaar eigenlijk om... Uh, ja, nauwelijks last heeft gehad van de oorlog. <laughs> het is ook een mooi eiland, hè, Ameland? Ja, uh, zeker. Ja. Wat is jouw favoriete wat-eiland? Uh, ik denk wel Ameland. Dat was het eerste eiland dat ik geweest ben. Hmm. Nee, was, hadden, we hadden daar groep Achtkamp. Op Ameland. Dat was gewoon heel leuk. Dat was gewoon de eerste keer, denk ik, dat je... Uh, ze los van je ouders dan een soort van iets ging doen. Dat je konketen en zo. Ah, ja. En ik weet niet of je dat verhaal kent. Er uh, is een heel mooi verhaal over Ameland. Over Sjoerd, een, een moeder die... Uh, nou, dat is, die moeder was, ze, was de moeder van verschillende schippers. Ja. Ja, ik moet het even goed vertellen hoor. Maar in ieder geval, het verhaal... De, 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 het komt er een beetje op neer dat... Uh, nou, iedereen was zat natuurlijk op een boot... Uh, en dat Sjoerd het ging uitvaren en op een gegeven moment niet meer terugkwam. En dat die, die moeder van Sjoerd, dus uh, eigenlijk wel vaak wel iedere avond rond twaalf uur s'nachts het, het strand opliet. Oh, een heel hard gereel in Dat is natuurlijk gewoon de wind die je hoort. Ja. Um, en dat, wat, dat verhaal werd ons verteld toen, als groep 8 dus bij een van, ik denk ik, het museum of zo. Um, maar dat ik dan echt klasgenoten had, uh, we sliepen dan in een van de blokkenhut, waar de wind ook nogal hard doorheen ging, die dan echt doodsbang waren. Want die dacht dat die vrouw staat hier te roepen om Sjoerd. Was er ook iemand uh, die Sjoerd heet? Of nee, dat dan dat niet? Was ja, nou, dat is dan jammer. Dat is wel mooi geweest. Ja. Dus ik denk Ameland, En die van jou? Uh, ja, ik ben op Tessel en Terschelling geweest. Uh, en we hebben Tessel natuurlijk um, vanuit de shit gezien. Ja, ook dat. Ja. Uh. Uh, dus voor nu zou ik zeggen Terschelling, omdat over de rest, maar ik vermoed dat Ameland of Vlieland wel uh, mooier is. Maar. Wordt vervolgd. Uh, laten we naar het laatste eiland. Ja. Ben ik ben nooit geweest. Ik ook niet. Schiermonnikoog, schier. Mm -hmm. Ja, want uh, het leven op Schiemonnikoog uh, stond de laatste weken, uh, net zoals uh, wederom, wij uh, vallen in herhaling, uh, uh, ten opzichte van de rest van de oorlogsjaren in uh, schil contrast uh, daarmee. Uh, want de inwoners leefden eigenlijk net zoals op de Schelling en op het Vlieland uh, gedwee samen met, uh, met de bezetter. Ook daar bouwde de lokale bevolking mee aan de Atlantikwal en was dat eigenlijk hun, uh, hun hoofdtaak tijdens, tijdens, uh, tijdens de oorlog. Uh, overigens werden er ook nog wel van alle eilanden wel mannen uh, ter werk gesteld uh, in Duitsland. Uh, maar voor de rest hadden ze eigenlijk weinig met de oorlog uh, van doen. Op Schiemonnikoog zijn uh, nog wel ook uh, uh, lijken aangestroomd uh, vanaf de slag uh, bij Duinkerken. Yeah. Die zijn daar zelfs uh, begraven, ook yeah. een paar Frans, uh, Franse soldaten, Dat is op zich ook wel opvallend. Um, en waar, uh, waar de inname van uh, Schietmonnik oog uh, uh, tijdens het of bij het begin van de oorlog uh, nog uh, zonder geweld ging, uh, wat je net ook al zei over Vlieland. Hè, de, Nederland had gecapituleerd na het bombardement van Rotterdam. En uh, de Duitsers kwamen met het bootje overgevaren vanuit Borkum. Dus dat ligt dat ze Duitse, Duitse waddeneiland in Oost-Friesland, in Duitsland. Uh, zo namen ze Schiemannijk Oog uh, in. Uh, dat gold niet voor het einde van, uh, van de oorlog. Hè, mm -hmm. Dus door de na de capitulatie van de Duitsers. Want op 15 april 1945 vluchten er 125 SS'ers en SD'ers. He, dus SD is de sigaretsdienst, de, de, de ja, militaire politie, uh, geheime politie in Nederland van, uh, van de Duitsers. Uh, die vluchten vanuit Groningen naar, uh, naar Schiermonnikoog. Uh, en dat deden zij in bootjes. Sommigen die, die liepen ook uh, stukken over het wat. Hè. Als je dat een beetje goed timet, dan zou je naar Schiermonnikoog kunnen lopen vanaf, uh, vanaf Groningen. Moet een goede laars aan hebben. Moet je wel een goede, goede laars aan hebben, inderdaad. Ja, hoog. Ja, nou, of juist niet, hè, want dan blijven ze weer, uh, ja, weer klopt, vast. Ja, uh, ja. Uh, en in de ochtend van, uh, van die 15 april uh, gingen ze dus met, uh, met vier schepen vanaf de haven uh, van Zoutkamp. Uh, uh, kwamen, zij, uh, uh, kwamen ze binnengevaren en de Duitse kapitein-luitenant uh, Witko... die daar uh, op schienmondelijk oog het gezag voerde... Ja, die zag het eigenlijk totaal niet zitten. Die zag opeens allemaal van die ja, uh, bloedfanatieke uh, naties Opgevokter, nog uh, ja. uh, uh, op zijn eiland komen. Terwijl juist op die Wadden-eilanden nou, zaten ook een beetje de oude, de oude gasten. Hè? Ja. Dus de, de echte de strijders die zaten natuurlijk allemaal aan het front. Dus al die mensen die de Atlantik wel bewaren, waren vaak uh, allemaal oude vandaag. Dus die zagen het allemaal niet zo zitten. Die dachten: nou ja, net zoals op die andere eilanden, wij, uh, wij zien de tijd wel uit. Totdat ze ons komen halen en het is wel prima. Uh, maar goed, uh, ze werden ontvangen en uh, ze werden uiteindelijk uh, ondergebracht in boerderijen en in een grote eendenkooi. Uh, en Witco, dus die commandant, die dreigde de groep uh, te beschieten. als ze enige problemen zouden veroorzaken. Hij uh, richtte zelfs een kanon op die, uh, op die boerderij uh, waar, waar die SS in zaten. Echt ja, super. Uh, dat is best wel een bijzonder verhaal. Dit. Ja, echt ja. best wel grappig. Uh, en die SS's die hadden dus al voordat ze die boerderij ingingen, dat kan onklaargemaakt. Dus die deed niet eens. Oh, ja. Dat is ook wel uh, uh, opvallend. Um, maar, en misschien ja, enigszins opgestookt toch wel door die SS's uh, uh, Een dag nadat uh, al die uh, naties uh, gevlucht waren naar, uh, naar Schrimonelijk Oog, uh, is er toch nog een poging gedaan om. Uh, uh, om de stellingen in Oostma horen en dat is eigenlijk bij uh, bij Lauwes Oog. Uh, waar je nu de boot neemt naar Schijmonde maar dan aan de andere kant van, uh, mm -hmm. uh, van het meer uh, gingen toen de boten vandaan van de zee bedoel je of van de zee Lauwes, Lauwers uh, nee meer. ja bedoel je ja. ergens daar ja. maakt het ook niet uit uh, om dat uh, terug te veroveren op de op de Canadezen Ze gingen met uh, drie uh, drie Nederlandse boten uh, gingen ze die kant op um, en ze werden uiteindelijk twee uur uh, Lang werd, uh, werd de batterij op Schiemondelkog, uh, uh, of door de batterij op Schiermonnikoog werd die haven uh, beschoten. Um, en aan, de, aan boord van die, uh, ik moet even goed kijken hoor, aan de boord van die, uh, van die boten waren zo'n 40 Duitse soldaten. Mm -hmm. uh, dat stuurhuis op die boot dat was helemaal bedekt met uh, allerlei strobalen. Dus het, het moet best wel een soort ja, improvisatieactie uh, uh, zijn geweest. Uh, en toen. Uh, toen die boten bij Oosmahoorn aankwamen, werden ze, werden ze meteen onder vuur genomen door het uh, vuur uh, op de kade van, uh, van de Canadezen. Uh, het schip zag, de schepen zagen nog wel de kans om, uh, om aan te leggen. Enkele soldaten zijn de dijk nog wel opgerend, uh, dus in, in Oosmahoorn. Uh, maar ja, ze, ze lagen volledig onder vuur en dat was, was eigenlijk geen doen. Het was een beetje een, uh, ja, een opportunistische, opportunistische actie. Uh, ze zijn snel terug de boot ingegaan en, uh, en nog wel teruggevaren ook. Dat is op zich wel opvallend. Uh, en uh, uiteindelijk hun dagen nog uh, daar gesleten in uh, of op Schiermonnikoog. Ze dus, hebben dus gewoon nog een soort van uh, ja en, uh, hoe noem je dat? een ja, uitval is gedaan richting, ja. richting de Nijntje de Canadezen. Die ja. dus al Friesland dat deel al, al hadden bevrijd aan het einde van de oorlog. Ja, ja, Dus die waren toen al in Groningen, want daar ja. waren ze gevlucht en uh, nou, ja, steeds verder naar het noorden. En uh, ja, ik weet niet precies wat het plan was als ze dan dat in handen ha wel hadden ja. gekregen, maar misschien, ja, uh, ja. dat waren het fanatieke Duitsers. Ja. Dus uit vergelding schoten de Canadezen terug op Schiermonnikoog. Oog. Nou, heeft weinig, weinig schade aangericht. En de volgende dag vertrok er een schip met witte vlag uh, vanaf Osma, dus vanaf de Canadese zijde, naar Schiermonnikoog Oog met het ultimatum uh, aan de Duitsers dat ze zich moesten overgeven, anders zouden ze het eiland opnieuw beschieten. Nou, toen werd er in ieder geval afgesproken dat de Canadezen niet het dorp zouden beschieten, maar alleen omliggende delen. Zo van de, de boerderij waar die SS zaten. Die mochten ja, dan wel. Ja, ja dat had de commandant gezegd van, nou, daar zitten ze. <laughs> ik wil er ook <laughs> iets mee te maken hebben, maar uh, richting van niet op het dorp, want daar zit ik. <laughs> uh, maar dat ultimatum werd afgewezen uh, uh, en er werden uh, de, de dorpelingen die. Uh, uh, richten Schelkelders in Schuttersputten werden gegraven. Ze bereiden zich echt nog wel voor op een, op een strijd. En uiteindelijk stuurde de commandees op 17 april... dus dat is weer twee dagen hierna... een vertegenwoordiger naar het eiland... om de over, overgave met de Duitsers te regelen. Maar wederom uh, wilde de groep... dus die groep SS'ers en SD'ers die in die boerderij zaten... wilden van onderhandelingen weten. Uh, dus de onderhandeling keerde weer terug uh, naar de wal. En uiteindelijk... Uh, was het niet een Canadese bevrijder, was het niet de Canadese... maar was het een Nederlandse verzetman in een Canadees uniform. die uh, naar, de, naar de kooi is gegaan, naar, uh, naar de boerderij, naar de ene kooi. En daar uh, ja, toch een soort dealtje heeft gemaakt met uh, dat als zij zich zouden opgeven, want op een gegeven moment, ja, na dat, dag na dag vorderde uh, kwamen ze ook al tot de conclusie die SS is dat, nee, dat niet zin, uh, ja, meer zo heel veel zin had. Dus er werd ze beloofd dat ze in ieder geval krijgsgevangenen konden zijn. Maar dat was toch een beetje de enige weerstand die ze natuurlijk ja. hadden. Zouden ja, ze uh... Zou dan een soort van droom hebben om een soort fascistisch uh, <laughs> eiland uh, te stichten? Denk het wel, <laughs> ja. Dat is wel een mooi film. Ja, geen, want, want dat, dat lees je dus ook over. Van ja, het is ook niet helemaal duidelijk van wat, wat was nou hun plan. Yeah. Wilden ze een soort van afwachten dat ze opgehaald werden nog door de Duitsers, ja, of ze een, een luchtbrug naar, naar Berlijn of zo. Ja, yeah. of misschien het omgekeerde uh, weer naar Borkum uh, uh, terug, oh, uh, uh, yeah. terug te gaan uh, om daar uiteindelijk naartoe te vluchten. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus met de garantie dat ze krijgsgevangenen zouden worden, nou, dan ben je best beschermd. Hè, dan, mm -hmm. nee, dan was de kans groot dat je op na een paar maanden of zo gewoon weer naar huis ging. Uh, maar dat was een leugen, dus we kwamen we uiteindelijk aan de wal in Groningen en uh, werden ze meteen uh, uh, aangehouden. En daarbij werd ook, uh, ik, ben, ik heb zijn naam niet opgeschreven, maar de, uh, het hoofd van de SD in Groningen aangehouden. Uh, en die is uh, toen ook nog wel uh, geëxecuteerd uiteindelijk in de, in de ah, rechtszaak ja. uh, na de oorlog. En dat zijn er niet veel geweest. Nee, dus je je zijn vragen. echt uh, tien, ja, volgens mij een stuk of dertig in die, ja. in die orde grote. Oh, bijzonder. Echt rechtelijk. Uh, executeerd zijn en dan die andere dus de 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 zeggen laten we nu even de oude Duitsers noemen die zaten er dus nog wel op het eiland ja dus die SD'ers werden weggelokt door ja. een Nederlands verzetman ja en die oude Duitsers die konden nog uh, ja dat waren wel krijggevangenen oh ja dus die ja. ja ja maar dat heeft uiteindelijk dus wel even geduurd schrijf jij ja 11 juni 11 juni verlieten uh, uh, de 600 Duitsers die daar nog zaten het zijn het waren echt ook nog wel weer veel ja yeah. Volgens mij ook een beetje hetzelfde soort verhouding op 300 schiemonnik-ogers. Schiemonniks. Schier... Schieren. Schieren oogmonniken. <laughs> uh, uh, die werden uh, daar vandaan gehaald en ook naar Bremerhaven gebracht. En uh, dat was ook het laatste uiteindelijk wat uh, bevrijd is door, uh, uh, in Nederland. Dat is wel grappig, dus ze waren als laatste bevrijd en uh, ze zijn altijd als eerste met, uh, met de stemmen te hebben. Het is fijn dat ze nog zo democratisch zijn. Ja. <laughs> ja. ja. Nou mooi. Ze dus hebben we eigenlijk alle vijf de, de eilanden gehad. Ja, we hebben natuurlijk nog rotte met plaat. En, ja. en de, en de rit, en het rit. Het rit? Dat ken ik niet. Dat is tussen Schiermonnikoog en uh, Ameland. Maar dat is volgens mij een, een soort natuurgebied. Dus dan kun je ook niet wonen. Uh, maar dan hebben we dus alle eilanden gehad. Ja, dus wel grappig. Uh, ja, ik, ja, ik denk niet dat je dit snel. Tenminste, ik, ik wist het eigenlijk niet eigenlijk allemaal. Dus dat is wel leuk om een keer uh, zo te horen hoe dat eigenlijk allemaal ging. Ja, ook omdat. Nou, je zit natuurlijk in dat op van Schiermonnikoog, heb je echt nog wel een strijd. Ja. Yeah. En voor de rest is het allemaal ook niet heel significant. Uh, nee, maar, gewoon het een wachten maar het is toch wel bijzonder dat het zo lang duurde? Ja. ja, wel het feit dat het 5 mei geen oorlog meer is, officieel. Yeah. En in de rest van het land. En dat het in het geval van ook 11 juni... Uh, het pas, er was uh, zes vijf, 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 zes vijf, weken tussen, ja. 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 Je ziet toch helemaal niet op te wachten, joh. Ja. Ja. Maar ja, die Canadezen die had ook wat anders te doen. Ja, daarom kwam het tussen ook logistiek natuurlijk niet. Uh, ja. ja. Nee, ja. nee, je bent gewoon bezig met de schang, die grote plekken, die ja, grote steden. En al die Duitsers zijn. moet je wat mee. Ja. Dus allemaal uh, administreren, gevangen nemen. Uh, yeah. ja, ja, klopt. Oké, okay. nou bedankt uh, voor de informatie Vincent. Ja, oh, nee, jij ook. Uh, ja, mocht je ook, ook hier het gast willen zijn of, hier, of iets willen, laat het gewoon even weten. Stuur ons een berichtje en wie weet uh, nodig je uit. En uh, tot de volgende aflevering. We zullen beloven dat we iets eerder weer zijn. Ja, ja. toch? Ja, ja. Ja, drie maanden moeten we, Dat gaan we wel, wel redden. Ja. En luister dus die eindexamen oh ja. podcast. Als je, als, je eindexamen als je eindexamen doet. Als je eindexamen anders kan, mag ook. Dus, ja als je, Kun je nog wat leren? Misschien wil je meepraten met een broertje, zusje, je vriendin, je vrouw, die eindexamen. Ja, het is veel uh, informatiedichtheid, is, uh, is groot. Dat is groot, inderdaad. Ja. Oké, okay, joe Toch.